Maar er komt reactie. Aan de buitenzijde namelijk wordt nu Vicens Huneau in stelling gebracht als ideale gangmaker voor Val de Loire. Kayla Kings diept nog altijd er goed bij en dat geldt ook aan de binnenzijde voor Lisboa Renka. En zo ronden de paarden dan de bocht. Gaan ze zo dadelijk weer op weg naar de overkant van de baan. En is het de koploper C. Ransborg die nog altijd uit de greep weet te blijven van het aanstormende peloton. Met aan de buitenzijde dan die nummer 6 Vicens Huneau. En aan de binnenzijde Kayla Kings diep die alleen maar kan bidden dat er zo dadelijk ergens nog een keer een beetje ruimte komt. En we zien dan Val de Loire en Lisboa Renka zich klaar gaan maken voor de ultieme eindstrijd. Als aan kop van het veld ook C. Ransborg het nu toch iets moeilijker begint te krijgen. Kind van de rekening is Kayla Kingsdiep. Die had dan natuurlijk al van zo lang zal zijn leven weg moeten zijn. Maar dat gaat nu niet meer gebeuren. Moet nu rond de huizen als de leiding over is genomen door Vicens Huneau. Met op de tweede plaats Val de Loire en aan de buitenzijde Lisboa Renka. Lisboa Renka, dat is echt zo'n paardje die verdient een keer een overwinning. En die komt daar in het derde spoor naar voren. Maar we komen af op de laatste meters. En het is aan de leiding Vicens Huneau met Dennis Minnema. Maar daarachter ontbrandt de strijd om de plaats. En misschien ook nog wel om meer. Lisboa Renka komt er heel hard aan. En tussendoor schrijft ook nog altijd die nummer 9 mee. Het is de 6, de 4, de 9 en de 3. Vier paarden die zich hier bijzonder goed voorstelden. En een leuke winnaar. Vicens Huneau van Johan van der Wal terug in Nederland. En hij ziet zijn paard Vicens Huneau winnen. Door de man die gewoon simpelweg een fantastische koers reed. Dennis Minnema. En daar zijn de laatste winnaars van een prachtige dag hier op Stichting Drassport Aduard Zuidhoorn. En dat is een nieuw gezicht in Nederland. Paard nummer 6, Vicens Huneau, wint hier met Dennis Minnema zijn eerste start op een Nederlandse bodem. Een vierjarige zwartbruine merrie van Tobin Kronos uit Vicens Blue Lagoon. Gefokt in Zweden, in eigendom van Johan van der Wal. Op dit moment ook aan het hoofd van het paard. Trainer Bas Krebas en winnende rijder Dennis Minnema. Het is alweer de vijfde overwinning van de training uit zijn team van Bas Krebas, die samen met Astrid op dit moment bij de Alpe du Zes aanwezig is. En dan zal met veel genoegen kijken hoe zijn team de ene aan de overwonnen overwinning scoort. Namens de KRV Groningen worden de ereprijzen nog overhandigd. Ook hun bedankt voor de extra sponsoring. Dennis, dat is een mooie binnenkomst in Nederland. Ja, zeker, zeker. Er moet nog wel iets gaan gesleuteld worden, want voor de finish werd die een beetje kort is loop. Maar ja, onderweg was hij heel goed en ging goed door. Conditioneel is hij er wel, maar ik denk dat we nog een kleine verandering moeten aanpassen. Mooie aanwinst van Johan. Weet je ook hoe hij die opgesnort heeft? Hoe zei je? Hoe die hier aangekomen is? Via veiling uit Zweden. En hij heeft niet al te veel gekost. En ja, Johan is heel blij, maar hij logeert hem thuis veel en hij komt twee keer in de week bij ons snel rijden. En ik heb hem zelf al een keer op gras thuis één keer gereden en dat beviel goed. Dus nou, zodoende loopt hij ook hier. Super Dennis, ik denk dat Bas met veel trots naar jullie zit te kijken. Dat mag ik hopen, als hij nou niet tevreden is, dan, dan kan hij het zelf gaan doen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Mooie zegen van Dennis Minnema, de vijfde dus voor stal Bas Krebas. Maar Johan van der Wal verdient ook alle credits. Hij zocht het paard in op een Zweedse veiling, haalde hem naar Nederland. En hij maakte er een winnaar van. Deze Vicens Huneau geeft ze een groot applaus. Dus hij is de laatste winnaars van vandaag in Aduard in koers 9, de KRV Groningenprijs. Vicens Huneau met Dennis Minnema. So